Hallo, ik ben Jessie Maya en dit is part 2 van de kerstlook. De eerste kerstlook staat al online. Als je die nog niet hebt gezien, hier beneden staat een linkje. Dit is kerstlook 2. Dat gaan wij laten zien. Het enige wat ik heb gebruikt is de Bronze Goddess van Estée Lauder, dit palet. Heel mooi paletje en een rode, intens rode lip. Op mijn eerste kerstvideo is heel goed gereageerd, dus ik was extra gemotiveerd om de tweede en de derde nog op te nemen. Ik ben heel blij dat er zo goed in het algemeen op mij wordt gereageerd. Ik vind het heel fijn dat mensen gewoon zien en mij de kans geven van ik ben nieuw, ik begin net nieuw, weet je. Het is niet dat ik meteen instant pro ben, want dat ben ik nog niet, weet je. En ik merk gewoon aan de comments en aan hoe de mensen reageren van dat ze me de tijd geven om beter te worden en het gewoon accepteren van yo, je bent nieuw, hè? Er zijn nog niet zoveel video's, je bent nog steeds in het begin bezig en dat vind ik heel fijn en dat geeft me ook extra zelfvertrouwen, gewoon dat mensen niet meteen het hoogste van mij verwachten en dat vind ik heel fijn en het wordt sowieso heel erg gerespecteerd wat ik doe en ik word gerespecteerd hier. En in minder dan 2 maanden is de Maya familie zo erg gegroeid, echt van 0 naar 3500, dat is echt heel veel in 2 maanden. En daar ben ik jullie heel erg dankbaar voor dat het zo in 1 keer zo snel groeit en ik vind het heel leuk om te doen voor jullie vooral. En ja, weet je, er komt meer, er gaat meer komen. Er komen zeker nieuwe video's, er komen zeker meer video's. En dat wil ik eventjes snel zeggen. Kerstlook nummer 2. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en laten we beginnen met de look. Zie je? Die is veel minder glitter als die. Omdat ik mijn paintpot ben vergeten. Als eerste ga ik mijn paintpot. Dit doe ik gewoon met mijn vinger. Weet je, eerst geloofde ik niet in primers en dingen. Ik dacht, weet je, boeien, waar is het nou echt nodig? Maar als je het helemaal gaat gebruiken. Voor deze look ga ik de Estée Lauder Bronze Goddess gebruiken. Ik vind het heel leuk om een palet te gebruiken. Als ik zelf video's kijk, dan heb ik dat ook altijd. Dan denk ik van, dan gebruiken ze die kleur, dit palet en die kleur, dit palet en die kleur, dit palet. En uiteindelijk denk ik dan, wat heb ik allemaal nodig voor deze look? 20 paletten en weet je, het werkt niet. Deze dus Sofa 243 met deze goudgeelachtige kleur. Kijk, dit zijn volgens mij de oogschaduwkleuren. En volgens mij dit is een highlight bronze stukje. Het zit aan elkaar vast, het is niet losse kleurtjes. Maar ik ga het gewoon als oogschaduw gebruiken. De donkerste kleur met dit Hema kwastje. En die kleur nemen we ook een beetje onder het oog. En sluit dit aan elkaar. Met de 227 van Sofa. En dan die donker... Ja, nee, het is geen donkergroen. Het is een beetje een metallic mosgroenachtige kleur. Gaan we over die arcadebal weer heen. En deze kleur neem je ook een beetje mee onder je oog. En dan met de 228 van Sofa. Dus nu pakken we deze donker chocolade bruinachtige kleur. En dus echt alleen het puntje erin. En nu oké, deze wil je tot ongeveer het midden van je oog aanbrengen. Niet helemaal mee naar binnen nemen. Dus zorg ook echt dat je de kleuren mixt en niet kleur, 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 maar mix echt. Zorg dat ze samenkomen, zorg dat het één kleur wordt.
Het enige wat ik nu nog even ga doen is weer met die 227 alles even blenden. Dus zorg even dat de randjes een beetje geblend zijn, dat het hieronder geblend is. Dat er geen harde lijnen. En blend je te veel, voeg gewoon even wat nieuw toe. Pak ik de Zuffa 232. En de lichtste kleur, voor, ik denk dat dit de highlight kleur is. De wenkbrauw highlighter. En vooral hier, mix goed met die groen-bruine kleur. Want die wil je ook hiermee een beetje gaan blenden. Dus ik ga de Bobbi Brown Smoky Eye mascara gebruiken in black. En nu wil die dus niet. Dit komt niet op camera. Op die manier. Dus zoals je hier ziet, hier sluit een mooi zwart lijntje aan. Maar hier, waar je wimpers stopt, daar stoppen natuurlijk je wimpers niet. Een trucje om je nepwimpers iets echter te laten lijken. Wat ik altijd bij iedereen zie, dan hebben ze nepwimpers. En dan stoppen ze. En dat zie je dan zo goed dat ze nepwimpers op hebben. Het is gewoon echt een zwarte eyeliner. Het enige wat je doet is gewoon even dit kleine stukje. Zwart maken. Had ik eigenlijk op zich wel even eerst kunnen doen. Maar... Zo. En nu voor lippen. Ik was eerst van plan om deze kleur te gebruiken. Dit is Dominatrix van Jeffree Star. Maar ik dacht... dit is echt een chocoladebruin. Ik dacht, staat hier nou echt mooi bij? Nee. En ik dacht, kerst. En hè, ik ga gewoon vol rood. Deze kleur lipstick. Die kleur. I don't know. Daarom maak ik dus van die zin van Jeffree Star, hoef je dit allemaal niet te doen. De lipliner zit er een soort van op. Niet heel netjes, niet heel weg. Maar... Dus nu Oblivion van MAC, de lipstick. Gaat de kleur niet echt veranderen, maar er komt een shine overheen. En natuurlijk omdat het oogschaduwpalet heet Bronze Goddess, dus moeten we wel een beetje gebronzed zijn. Dus ik ga Hoola van Benefit gebruiken op de Zuffa 101, een grote... Mijn contour kwast, alleen dan de grote versie volgens mij. Hi. Had toch gedaan. Oh, dat komt er nog verder van. Haha. Over the rainbow. Skies on.
En voor highlighter ga ik Shaft of Gold gebruiken van MAC. Broek. Even over je broek heen. Hij moet even goed schoon zijn. Ik draag een pyjama broek. Dus. Nu je kwast er redelijk ongeveer een beetje schoon is. Soft and gentle. En die gaan we dus op een puntje. Van de neus. Een beetje hier. Over Shaft of Gold heen. That's it. Ik hoop dat jullie ook uit deze look weer een beetje inspiratie hebben kunnen halen. Zeker als je het namaakt, tag me even in Instagram. Ik vind het super leuk om te zien als jullie iets namaken van mij. Volg me op Instagram, volg me op Twitter, volg me op Snapchat, volg me op Facebook. Alle links staan hier beneden. Heel erg bedankt voor het kijken en tot in de volgende video. Doeg!